Goedemorgen, want dat is het. Het is bijna 9:30. Woensdag. Eerste keer. En een holletje op en een holletje af. Onderweg naar Brielen. Naar een runbike loop. Aan de Hossebossendijk. En dat doe ik dan voor het krantje Briels Nieuwsland. En Weekblad West-Voorne. Dus we gaan zo eens kijken. Ik ben nu onderweg. Ik zit nu op de Rijksstraatweg. Dan gaan we hier naar richting een beetje te hard door de bocht. Zo. Wow. En we gaan eens kijken waar we dadelijk tegenkomen. Ik zou zeggen, hop, weer een holletje. Later. Zo, ik sta hier bij de Hossebossendijk. Bij het Maarland College. Nou, de eerste ploeg is net vertrokken. Maar ze komen zo meteen weer vice versa terug. Dus in afwachting daarvan gaan we het zo meteen zien. Jullie ook. Later. Ja, hè? Dat is mooi. We zijn hier in de Rozenhoek vanmiddag, om 2:00 begonnen. En het wordt natuurlijk weer heel leuk opgeluid, de muziek, door onze Roel. Mijn buurman. En dat wordt een super gezellige middag met heerlijke haringparty. Yeah! Zo. Zo. Haringje bij zijn happen in de Rozenhoek. Jeetje, dat was lekker. Vind je dat lekker, Wilg? Ja. En nu weer terug naar huis. En dan hebben we dadelijk een lange weg met de Veteranendag. Maar dat is ook leuk. Later.
Een heel speciaal welkom, ook een veteraan, maar niet in tenue, Michiel de Ruiter de Wild, de 12e nazaat van de bekende Michiel de Ruiter, sorry, Frits de Ruiter de Wild. Zei ik nou Michiel de Ruiter ja, de Wild? Ja, dat gebeurt vaker. Ja, dat zou je heel graag willen natuurlijk, maar jij heet gewoon Frits. Ja. Dames en heren, heel hartelijk welkom bij deze lokale Veteranendag, zoals Bert al zegt. Bert, die het allemaal weer helemaal in de pijlers heeft gezet. Alleen niet het weer kon regelen, maar ze hebben wel op de buienradar gekeken en het blijft dadelijk droog, is ons verzocht. Nou, afgelopen zaterdag was de Nationale Veteranendag ook heel goed bezocht, zag ik. 90.000 mensen waren daarbij aanwezig. Ik weet niet of sommige van u daar ook bij was. Ik zie je hoofden knikken. Ja, bijzonder. Wij vieren dit jaar onze lokale Veteranendag ook een beetje in de week van de slag bij Chatham. Want dit jaar is het 350 jaar geleden dat de onder leiding van Michiel de Ruiter de tocht gevaren werd naar Chatham in Engeland. En waar Michiel de Ruiter op ingenieuze wijze de Engelsen versloeg. Misschien kent u het verhaal en kent u het niet, dan bent u van harte uitgenodigd om morgen hiervoor de film te komen bekijken om 8:00. Hopen dat dan het weer wel wat beter is. Maar over Michiel de Ruiter gaat Frits dadelijk nog veel meer vertellen. Wat ook nog wel belangrijk is, waarom wij als Hellevoetsluis daar aandacht aan besteden, is dat 350 jaar geleden die eerste tocht naar Chatham ook een eerste tocht was van het Korps Mariniers. Dus Hellevoetsluis heeft een bijzondere band met Korps Mariniers. Daarnaast Michiel de Ruiter destijds opdracht gegeven om het grote vlaggenschip wat toen buiten is gemaakt, de Royal Charles, om die terug te brengen naar Hellevoetsluis. Dus dat schip, de Royal Charles, heeft hier heel lang gelegen. En daarom hebben wij ook een speciale band. En dat is allemaal gebeurd in juni 1667. Dus precies 350 jaar geleden. En toen dachten wij, dat is een mooie gelegenheid om onze lokale Veteranendag ook mede in het teken te zetten van die slag bij Chatham. Nou, zoals ik al zei, daarom gaat u dadelijk, krijgt u de gelegenheid om te luisteren naar een lezing van Frits de Ruiter de Wild. En daarna gaan wij, zoals wij elk jaar weer getrouw doen en zoals u dat zo mooi noemt, een blauwe hap nuttigen. Maar wij noemen dat gewoon nasi-maaltijd. En deze meneer zegt van volgende keer wil ik wel koken, want ik kan een hele lekkere nasi maken. Nou, daar hou ik aan. Ja. En wat we vorig jaar voor de eerste keer gedaan hebben, is bij onze Zeeheldenmuur hebben wij ons eigen veteranenmonument onthuld. En dat heeft iedereen ontzettend gewaardeerd. Ik denk dat het best gezellig warm gaat worden. Welkom. De burgemeester die komt er mij aan als Michiel de Ruiter, dat gebeurt me vaker. Ik moet zeggen, ik doe het er ook wel een beetje expres om. Tenminste met de hulp van mijn kapper. Je zult zien, er zijn wat gelijkenissen. Aan de andere kant, na 12 generaties, je kunt erover twijfelen. Ik ga u de komende 3 kwartier bezighouden. En ik zal daarbij wel een beperkt verhaal moeten houden. Want mijn repertoire is op zich een uur of 6. Dan mist u het concert. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dus ik ga een paar stukjes eruit pakken en ik denk dat het belangrijkste deel is de tocht naar Chatham. Met name omdat die in veel meer detail uitgewerkt kan worden dan wat er op zich over in de meeste boeken vermeld staat. En B, omdat het zo'n relatie heeft met Hellevoetsluis. Maar eerst mezelf. Want mijn naam is wel de Ruiter de Wild, maar waarom dan niet alleen de Ruiter? De president aangaf in het begin van de film, zoals u morgen wellicht gaat zien, ik wil jou hebben voor de baan van Maarten Tromp toen hij omgelegd was bij het rijden. Het is een apart leven. Het was een raar jochie. Op zijn 9e was hij al van elke school in Vlissingen afgetrapt die daar was. Er waren niet zoveel scholen, dus daar hoeven we ons niet heel erg zorgen over te maken. Maar als je op je 9e alle scholen gehad hebt en er rest dan niks anders dan in de thuislagerij gaan werken, wat we nu veilig kinderarbeid noemen, dan heb je het al redelijk apart geschopt. Hij staat daar, ik kan u verzekeren, niet in zijn blauwe geruite kiel. 1. Er was niet genoeg geld om zo'n ding aan te schaffen. En als dat geld er was geweest, had hij zeker niet in zijn beste goed dit soort werk staan doen. Want dat is zwaar werk. 2 jaar geleden ging de DMRC, de Dutch Marine Rowing Challenge, die
doen elke 2 jaar een grote challenge waarbij ze voor hun maten mariniers. Zo, na dat leuke verhaal is het nu tijd voor de blauwe hap. En die Len die lust het wel hoor. Zo is dat. Is dat? Oh. Ja, dat gaat goed, Wil. Zo is dat. Is dat nou de blauwe hap die we vroeger ook aten? Nee, want die is al op. Dit is een nieuwe blauwe hap. Ja, dat anno 2017 zeg maar. Ja. Ja. Wat is het verschil, mannen? Waarom noemen ze nou blauwe hap? Deze is vers, wordt hier gezegd. Oké. Okay. Maar waarom noemen ze het nou blauwe hap? Ja, geen idee. Vraag het publiek. We gaan het zo meteen vragen. Maar dit was het. Waarom noemen ze dit blauwe hap, mannen? Weet jullie dat? Het antwoord. Huh? Waarom noemen ze dit blauwe hap? Oké. Maar blauwe jongens. Blauwe jongens, ja. Blauwe van de drank. Oké. Okay. Nou, ik heb hier de kenner. Vertel. Wordt het opgenomen. Dat was zo vernoemd naar die Indische jongens. Die noemden een blauw gezicht. En daar wordt het naar vernoemd. Voor die lui is het ook een eer en het is geen belediging hoor. En daar komt de blauwe hap vandaan. Daar komt de blauwe hap. Kijk, vastgelegd. Van de rijstenpikker. Top. De kenner. Zo, iedereen zit nu lekker aan de blauwe hap. Het ziet er heel gezellig uit. En dadelijk gaan we nog even naar het monument toe van de burgemeester van de jachtkade. Kijk eens, de blauwe hap. Met suderans. Nu zitten ze dan, alle veteranen, heerlijk aan de blauwe hap. En straks gaan we weer verder met de herdenking. Bloemen leggen, krans leggen enzovoort. Onderweg naar het gedenkteken.
inhalen. Dan blijven we daar foto's nemen. Oh, oké. Daar heb ik dus voor gezorgd. Was dat de voorloper van de AIVD dan? De geheimdienst van de militairen? Ja, nee, het was echt een echte spionageafdeling. Oh. En daar heb ik dus foto's gemaakt van alle stellingen en dergelijke. En die heb ik naar Engeland gestuurd. Dat ging over koeriers, dus die naar Amsterdam gingen om het daar verder te verwerken. De burgemeester in gesprek met een 97-jarige veteraan. Ik ken die man al heel lang en ik hoop dat hij 100 mag worden, want dit is zo geweldig. Zo, we zitten nu buiten. En in afwachting op het concert. Fanfare, het bereden wapen. Gewonnen werd en dat herdenken wij, want ook nam Michiel de Ruiter daarna het schip de Royal Charles mee terug naar Hellevoetsluis. Hier heeft het toen een tijd gelegen. En iedereen die ooit bij mij op bezoek is geweest in het Prinsenhuis kent misschien wel de lamp die in de gang hangt, want het gerucht gaat dat dat ook een lamp is van de Royal Charles. Voor zover even over Chatham. Dames en heren, we hebben al een muzikale start gehad van de week van Chatham. Op zaterdag hebben we hier het eerste havenconcert gehad met muziekvereniging Voorne en Putten. En de komende dagen zijn er nog allemaal activiteiten. U kunt lezingen bijwonen van Frits de Ruiter de Wild, de 12e nazaat van Michiel de Ruiter. De veteranen hebben daar net van kunnen genieten. De man is een groot verteller. U kunt ook rondleidingen maken met onze eigen Michiel de Ruiter. Er is een tentoonstelling. Er komt nog een concert met het QI-orkest. En we hebben echt vrijdagavond een heel mooi spektakel hier, waarbij de Equipe de Delft een nabootsing doet van de sail-in. Niet met zo'n grote boot, maar wel de sfeer van toen weer naar voren brengen. Maar vandaag is het onze lokale veteranendag. Dus nog een extra welkom voor alle veteranen die hier aanwezig zijn. En we zijn ook heel vereerd dat de Stichting Nederlandse Veteranendag, de heer Van Kees Sol, die is er ook hier aanwezig, het mogelijk heeft gemaakt dat hier achter ons de fanfare bereden wapens klaar zit om een geweldig concert te geven. En dat concert is niet alleen geweldig in muzikale omlijsting, maar het heeft ook een speciaal verhaal te vertellen. Het concert heet Tour on Duty. En niet alleen gaan zij muziek spelen, maar zij laten ook zien waarom militairen of veteranen de muziek hebben gekozen die zij ten gehore zullen brengen. En dat doen deze, ik heb ze niet geteld, maar volgens mij zijn het ongeveer 25 professionele muzikanten. Dat doen zij niet alleen. Daar hebben ze ook twee solisten bij. En dat is de zanger Dennis Kroon, zelf ook veteraan, en zangeres Ingrid van den Nieuwenhuizen. En met hen, alle samen, ontstaat er dan een sfeer van trots op en een begrip voor al onze jongens en meiden die op missie gestuurd zijn. Dus u kunt luisteren vanavond naar de fanfare bereden wapens en kijken ook naar de verhalen van de mens achter de militair. Ik wens u een heel fijne avond. En mede daardoor is hij bewaard gebleven, dus wie weet. Ketting gepasseerd. Prachtig. Gaan we de bocht om. Dan hebben we hier een beetje last van de wind. Dus hier zal een hoop geroeid zijn. Ja, die wind die komt daar vandaan. We gaan de hoek om. We komen daar de Sancta Maria tegen. Die heette eerst Slot van Honingen. Een paar maanden voor de tocht naar Chatham was die net van ons buitgenomen.
En de ruiter had gezegd, die wil ik terug. Die wordt dus ook aangeslagen, ook meegenomen. Echter, bij het naar buiten lopen loopt hij vast. En de kapitein die hem aan het slepen was, die raakt een beetje in paniek en steekt hem in de fik. Vervolgens gaan we de hoek om, krijgen we ook nog kansen. Nou, dat wordt even prachtig. Dat is nog een klein detail van de ketting. Moet u dit voor ogen hebben. Een rivier die bij hoogwater ogenschijnlijk 400 meter breed is, maar waar het deel waar je kunt varen bij laagwater duidelijk zichtbaar is, nog geen 100 meter breed. Ik durf daar met een lasertje nog niet rond te varen. We hebben daar met dit soort schepen gelegen. En wat gebeurt er dan? Dan kom je dus bij Upnor Castle, daar rechts op het plaatje. Prachtig schilderij van Jan de Kullerie. Zou de toekomst niet langer je denken is? Leefde je voor het moment? Met een luisterend oor voor het kind in jezelf, zou je eindelijk wie zijn wie je bent? Het wordt het moment naar morgen en morgen, maar doet het je stiekem geen pijn? Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou, als een noord. Zo, dat was hem weer uit de dag van Wil. Sta je nou in de woonkamer? Ja, kijk, hier. Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. Jullie hebben het gezien. In de woonkamer kan iedereen de vlog bevestigen. Ja, 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 zeker. Maar bedankt voor het kijken. Het waren leuke onderwerpen. En kijken wat we morgen weer gaan doen. Hé, hey, ik zou zeggen, God loves you all. En tot later. Hoi.